Dames en heren, welkom weer bij een nieuwe video. Dit keer over de tekening aankleding. Want hoe ziet je tekening er nou op een goede manier uit, zodat je er ook mee aan de slag kan gaan? Want tijdens de lessen gaan jullie ook aan de slag met een opdracht. En daarvoor moet je je tekening ook kunnen uitprinten om daar met de hand eerst op te kunnen schetsen. En daarnaast heb je natuurlijk ook in de afronding van je tekenwerk heb je ook een mooie een nette tekening aankleding nodig. Nou, daarvoor ga ik eventjes naar mijn CAD systeem en daarin heb ik hier mijn tekening al in ieder geval klaarstaan voor mijn layout. Dus ik heb het kadertje ingevoegd en stempeltje erbij geplaatst. Dat zijn dus de zaken die je in de vorige video al hebt gezien. Nou, wat ik ga doen is eerst een viewport aanmaken. En die viewport die maak ik dit keer aan met een polygonaal. En de reden daarvoor is dat ik geen troep door mijn stempel wil hebben. Nou, ik klik daarbij alle hoekpuntjes aan, ook om het stempel heen. En sluit het commando af met de C van close. Dat zie je hier in de opname ook staan. Ik kan het close ook aanklikken, maar ik typ het dan altijd liever in. En dan heb ik op deze wijze mijn ondergrond die ik heb gedownload ingeladen. Nou, die ondergrond, hoe je dat grijs maakt, hoe je daar aan komt, hoe je dat inlaat, dat zie je in de video over het omgaan met die bestaande situatie. Dat hebben wij in dit geval al gedaan. Nou, als ik ga kijken naar deze tekening, dan wil ik in dit geval alleen het terrein van de Haagse Hogeschool hebben. Nou, ik zoom daar eventjes een beetje op in. En wat dan een beetje knullig uitkomt, is dat het modelletje scheef staat. Nou, ja, natuurlijk, het noorden is altijd omhoog in dit geval, maar ik zou hem liever een klein stukje willen draaien. Nou, hoe krijg ik dat voor elkaar? Nou, dat kan ik doen door eerst mijn User Coordinate System aan te passen. Wat houdt dat in? Nou, je past je X en je Y aan. Van welke richting dat precies staat. Dat is dan niet meer volgens het coördinatensysteem van Nederland, maar zoals je dat zelf op dat moment wil. Nou, als ik dat UCS gebruik, dan heb ik daar heel veel opties in staan als ik beneden kijk. Ik kan hem op een object zetten, ik kan de vorige terugzetten die ik had, ik kan doen zoals ik er nu naar kijk. Dat is in dit geval nog steeds je wereldcoördinatiesysteem. En ik kan zeggen, want ik wil hem op world hebben staan. Nou, wat wij gaan doen, is dat we aan de hand van een object hem zo klikken dat hij op de juiste x en y heeft staan. Nou, ik doe dat aan de hand van deze watergang. En dit vind ik de lijn, die moet recht liggen. Dus dan klik ik hem hier en ik klik hem hier op die lijn. Nou, dan zie je al dat men cursor draait. Nou, dan moet ik nog zeggen, wat is dan de y-richting? Nou, dan zeg ik hem naar boven toe. En op deze wijze heb ik mijn user coordinate system veranderd. Nou, zoals je ziet is natuurlijk het beeldscherm nog niet veranderd. Nou, als we dat willen doen, dan moeten we een ander commando gebruiken. En dat is het commando plan. Met plan kun je je viewport weergave draaien. Nou, als ik hem invoer dat systeem, dan kan ik dus zeggen current, ik kan zeggen UCS, ik kan zeggen world. Nou, het UCS, dan is het dus in principe mogelijk dat je het commando UCS gebruikt in het commando plan. Ik heb dat bewust even uit elkaar gehaald, omdat je dat commando UCS ook in meerdere gevallen toe gaat passen in je verdere studiecarrière. Nou, wat wij nu willen doen is uiteraard die current gebruiken. En waarom? Omdat wij hem al hebben aangepast zoals we dat willen hebben. Nou, de world optie is ook een hele goede om eventjes te herinneren voor jezelf. Want wat nou als je alles een keertje terug moet zetten? Ja, dan gebruik je gewoon altijd world. Nou, ik druk hem verder. Dan gaat hij even laden en vervolgens is het beeldscherm netjes gedraaid. Nou, dan zoom ik een beetje in op dat terrein wat ik wilde hebben. Zo, dan ga ik een schaal toekennen. Dan zeg ik 1 op 1000. Ligt er natuurlijk aan welke template je hebt gebruikt. Let er wel op
Of je 1 op 1 bij 1 op 1000 moet doen, of 1 op 1000 bij 1 op 1000. Klinkt misschien heel gek, maar dat heeft natuurlijk met je units te maken. Denk die in millimeters of in meters daarin. En als het dus 1 op 1 en op 1000 is, klik je die aan. Wil je 1 op 500 hebben, dan moet je natuurlijk 2 op 1 gaan zoeken. Maar als die hem hier al op de juiste schaal pakt, is dat natuurlijk al fantastisch mee goed meegenomen. Nou, wij zetten hem nu 1 op 1000. Nou, vervolgens zet ik hem nog even precies zoals ik hem hebben wil. Heb ik hier mijn waterpartijtjes erbij en ik heb mijn hele hogeschool in beeld. Dan heb je eigenlijk je viewport in ieder geval netjes en goed neergezet. Dan kunnen we daar weer uitgaan. En wat we willen doen is nu nog een noordspel toevoegen en we willen een schaalbalk toevoegen. Als we naar symbolen gaan, dan kun je intikken een schaal van schaalbalk. Dan hebben we er daar 30 van. Nou, eventjes goed om te onthouden. Als je een 1-emmertje ziet staan, dan betekent dat meters. En als je wat verder gaat kijken, dan zie je 2 emmertjes staan. En dat staat dan natuurlijk voor millimeters. Let goed op in welke units je aan het tekenen bent, omdat het anders op de verkeerde manier in je tekening komt te staan. In ons geval N1000. Die gaan we toepassen. Daar zoek ik een mooi plekje voor uit. Meestal is dat er wel een beetje boven dat stempel, dat een handige plek is. In ieder geval dicht bij de persoon die zo'n tekening wilt gaan lezen. Nou, die zetten we daar netjes in. Even een dingetje waar je echt wel even goed rekening mee moet houden. En dat is dat hier je schaal 1 op 1000 staat op het moment dat je iets in je paperspace gaat plaatsen. Dus vergeet dat niet, want anders komt deze schaalbalk er op een verkeerde wijze uit. Ja? Nou, even ter controle, druk 2 keer op mijn viewport. En ik wil even kijken wat de lengtes zijn. Nou, hier 10 meter, nou, dat klopt. Dat is een mooi verificatiemiddeltje. Nou, wat willen we dan nog meer? We willen ook een noordpijl toevoegen. Die kunnen we ook vinden bij oriëntatie en daar hebben we diverse noordpijlen te vinden. Nou, ik zal in dit geval deze toe gaan passen. En als ik die nou wil klikken, dan staat die op een plek dat ik denk van ja, dat is eigenlijk niet het noorden in dit geval, want ik heb mijn beeldscherm gedraaid. Als je je noordpijl wil plaatsen, dan stap je in je model space, dus je floating model space moet ik eigenlijk zeggen, en dan zorg je ervoor dat je UCS weer op wereldcoördinaten staat. En je ziet dat meteen je cursor een kwartslag, of een stukje moet ik zeggen, draait. Die wijst nu naar het noorden. En als ik nu met insert de noordpijl erin plaats, dan staat hij ook meteen op de goede positie. Nou, je kan ervoor kiezen om dat bij je stempeltje te plaatsen. Je kan er ook voor kiezen om hem hier in de rechterbovenhoek te plaatsen. In mijn geval plaats ik hem eventjes netjes bij het stempeltje. En let erop dat je er niet gaat klikken, maar gewoon met de spatie doorzet. Dan kun je hem nog een beetje optimaliseren dat hij er goed in staat. En dan heb ik hier mijn noordpijltje. Nou, je kunt denken van hij ziet er nog niet helemaal op de juiste grootte uit of iets dergelijks. Dan kun je die ook wel een klein beetje verschalen tot hij echt netjes duidelijk op papiertje staat. Nou, laat ik dat eens doen, want ik vind hem zelf persoonlijk altijd een beetje te slank. Nou, dan doe ik mijn x-schaal 2 of keer 3. En dat moet je even zelf kijken wat je mooi vindt. En dan vind ik hem er beter uitkomen. Nou, en als je dat hebt gedaan, dan heb je eigenlijk je tekening klaar. En dan kun je hem zo uitdraaien. En dan kun je met de hand je handschets opmaken.
Let er eventjes op voor jezelf. Ik heb nou 1 op 1000 neergezet. Dat komt omdat het terrein van de Haagse Hogeschool toch best wel groot is. Op een A3'tje past dat er anders niet op. En voor jullie tijdens de opdracht is het verstandig om een andere schaal te gaan kiezen dan de schaal 1 op 1000. En waarom? Omdat je anders wel een hele kleine parkeerplaats krijgt. Of een hele smalle straat. En daar kun je gewoon niks op tekenen. Dus denk daar even goed over na wat, hoe en waarom je gaat gebruiken bij je tekening. En dan wens ik jullie heel veel succes met de volgende opdracht.